welkom. Vandaag gaan we het met jullie hebben over de hip thrust. De beste oefening, of ook wel de koningin van de bil-oefeningen. Hip thrust is een heupextensiebeweging. Wat wil zeggen dat je een beweging maakt waarbij je flexie hebt in je heup. Oftewel, je knie is dichter bij je schouder dan wanneer je rechtop staat. En van daaruit ga je je heup voorduwen. Frenzy vindt een van de mooiste oefeningen om te doen voor je onderlichaam. Omdat... Je hebt in ieder geval een goede stabiliteit nodig vanuit je onderrug en je romp. Het is belangrijk dat je niet in je onderrug gaat hangen en dat je de kracht gaat leveren vanuit de bilpartij. Het is de grootste spier, of in ieder geval een van de grootste spieren van ons lichaam. En is daarbij ook een hele sterke spier. Daarnaast, door het vele zitten wat je ziet in deze maatschappij, zie je dat de bilspieren niet efficiënt of überhaupt niet meer functioneel meewerken. Wat daardoor een groot vermogen geeft of een grote kans op onderrugklachten of stijfheid aan de voorzijde van het lichaam. En ja, dat heeft weer allerlei andere aspecten of mogelijkheden die problemen opleveren voor de toekomst. Dat kun je goed voorkomen door in ieder geval goed je billen te blijven trainen. Ja, dus het is een oefening waarbij je esthetische doelen kunt nastreven, dus je billen mooi op te ontwikkelen. Maar het is ook goed om rugklachten te voorkomen. Sterker billen betekent ook vaak minder rugklachten. Dus we gaan ermee in de slag. Laten jullie zien hoe je de oefening uitvoert en wat er ook mogelijk mis kan gaan. Voor de hip thrust heb je een bankje voor step nodig dat de hoogte iets onder je knieën komt wanneer je rechtop staat. De hoogte moet dusdanig zijn dat wanneer je er tegenaan gaat zitten, je met je schouderbladen op de bankje kunt leunen. Voor mij is deze hoogte goed. Frenzy zit minder lang dan ik en zij heeft de step nodig. Dus je moet je schouderbladen op de bank drukken in plaats van er tegenaan, want dan uit de kanten. Je schouderblad legt erop en van daaruit zit je beweging in. Frenzy doet de beweging nu vol met alleen lichaamsgewicht. En je ziet dat ze omhoog komt met haar heupen. De bos blijft laag, komt omhoog, knijpt de billen samen in de bovenste positie en kant het op bekken iets. De focus ligt op de billen. Voeten zijn op heupbreedte. De positie van de voeten bepaalt voor een groot gedeelte welke spieren dat je aanspreekt, of waar je de nadruk het meest op legt. In principe doen we de voeten op heupbreedte. Wanneer je weerstand gaat gebruiken, gebruik je een barbel en het liefste doe je er grote schijven op, zogenaamde bumper plates. Dat zorgt ervoor dat je de stang over je benen naar je toe kunt rollen, zodat je hem niet overheen hoeft te tillen. Gebruik je beschermrol. Mocht je die niet hebben in je sportschool, dan kun je een handdoek gebruiken of een yogamatje. De positie is als volgt, voeten weer op heupbreedte en op ongeveer 20 cm afstand van de billen. Vanuit deze positie ga je de stang omhoog duwen, breng je rondjes omhoog. En spanning ligt op de billen, je kant op je bekje iets als je bovenin bent. De stang hou je vast met twee handen zodat je op zijn plek blijft. Geen kracht leveren uit je handen, maar echt vanuit de heupen. Dus met name vanuit de bilspieren de beweging maken. Zet rustig in, komt omhoog. Je kunt bovenin 1 seconde vasthouden om maximale spanning in de billen te creëren. En zak rustig in. Je hebt vandaag kennis weten te maken met de hip thruster, de koningin onder de bilspieroefeningen. Ik hoop dat je nog een beetje een zuur gevoel hebt in de billen en dat je hiermee verder aan de slag wil gaan om jezelf nog verder te verdiepen in wat mogelijk de mogelijkheden zijn om de bilspieren, de rugspieren te verdiepen en beter te trainen. Vanaf volgende week gaan we iets meer richting de rug, namelijk optrekken, oftewel chin-ups. Dus je leert hoe je die oefening goed kunt toepassen en wat er ook vaak fout gedaan wordt. Zie je graag volgende week. Vergeet niet onze video eventjes hier te liken.